Volk van Suriname, landgenoten, met deze uitzending zal ik ingaan op delen van mijn verweer op de vordering van de procureur-generaal betreffende het tot in staat van beschuldiging stellen van mijn persoon als gewezen vicepresident van de Republiek Suriname. In de eerste plaats ontken ik mij schuldig te hebben gemaakt aan enig strafbaar feit waar ik beschuldigd word. Middels citering en opmerkingen, CQ weerleggingen, uit het resume aangehecht bij de vordering, zal ik ingaan op deze beschuldigingen. Aan de hand van de verklaring bij de hoorcommissie en DNA, en ook heel wat valse informatie, nieuws, de afgelopen dagen, die via het nieuws of social media verspreid zijn geworden, acht ik dit noodzakelijk en het op deze wijze te doen. Om maar een voorbeeld te geven van zaken die rondverspreid werden, is bijvoorbeeld dat er een audiobericht rondgestuurd werd waar ik zogenaamd dronken zou zijn en de opdracht gegeven heb voor vernieling van apparatuur. Laat mij dit direct ontkrachten. Ik kan niet dronken geweest zijn, want ik drink niet. Ik stuur nooit audioberichten. En ik heb nooit de opdracht gegeven om iets te vernielen. Ook geen enkele persoon die gehoord is of verdachte die gehoord is in deze zaak heeft aangegeven dat ik een opdracht gegeven heb voor vernieling. Vandaar dat u ziet dat er heel wat nieuws daarbuiten is die niet klopt. Daarom is het zo belangrijk dat wij dit duidelijk stellen vandaag, zodat we duidelijk het verhaal te horen krijgen zoals die gebeurd is. Laten we ons focussen op het resume dat meegegeven is bij de vordering van de PG naar het DNA. Daarin lezen wij, en ik citeer, mevrouw Muskiet, zijnde de directeur van het kabinet van de vicepresident van de Republiek Suriname, aangifte gedaan contra medewerkers van de afdeling communicatieunit van het kabinet van de vicepresident en tegen de toenmalige vicepresident. Ook citeer ik, bedoelde aangifte is gedaan middels een schrijven, de dato 17 september 2020, gericht aan de advocaat-generaal, meester G. Paragsing, met daaraan gehecht als bijlage een rapport van de directeur vernoemd betreffende apparatuur communicatieunit kabinet-vicepresident. Ook een citatie hier, is er op vrijdag 2 oktober 2020, nadat er een afspraak is gemaakt met de directeur voornoemd, een bezoek gebracht aan haar op het kabinet van de vicepresident ter inbeslagname van de apparatuur in kwestie ten behoeve van de justitie. Waar ik als volgt op reageer. Nadat mevrouw Muskiet door mij persoonlijk was aangetrokken en gedurende een jaar al zodanig als waarnemend directeur had gefunctioneerd, bleken er al gauw stribbelingen te ontstaan tussen haar en het personeel, hetgeen mij had genoopt haar te ontheffen. Die ontheffing kon helaas niet, omdat zij reeds in de functie als waarnemend directeur had gediend en wetshalve noodzakelijkerwijs benoemd zou moeten worden. U weet dat de personeelswet dat aangeeft, de persoon 1 jaar in functie moet benoemd worden. Alvorens tot ontheffing over te kunnen gaan. Deze mededeling was haar ook reeds gedaan. Intussen was de vervroegde regeringswisseling al een feit, vervroegd met een maand. Mijn inziens is de mevrouw in kwestie op wraak en rancune uit, onder andere naar mijn persoon, of tegen mijn persoon, vanwege mijn oordeel omtrent haar functioneren en besluit haar te ontheffen. Haar houding en gedrag al geruime tijd tegenover het personeel, in het bijzonder hoofdtechnische dienst, de heer Ramkhilawan, secretaris van de RVM, mevrouw Ormskerk, en hoofd ICT, de heer Dankerlui, zijn belangrijk vast te houden in deze zaak. Vastgesteld moet worden dat de aangifte was gedaan door mevrouw Muskiet, zonder dat haar superieuren daar kennis van droegen. En zoals
later in mijn relaas zal blijken, dat die een compleet andere mening op nahouden. Dit is ook in strijd met het gegeven dat de ex-VP en de huidige VP afspraken hebben lopen op voor het gebruik van goederen in de periode na de regeringswisseling. Daar spullen van de ex-VP als persoon aangekocht, mijn persoon dus, ter waarde van 150.000 SRD, nog op het kabinet gebruikt worden. Dat waren laptops, meubilair, etc. En dus omgekeerd, billig was dat ook de ex-VP nog gebruik kan maken van goederen als ook manschappen, totdat alles goed uitgezocht en terecht is bij de eigenaren. Dit soort afspraken in transitieperiode zijn gebruikelijk en vanzelfsprekend. Zeker in dit geval gezien de vervroegde regeringswisseling van bijkans 1 maand eerder dan gepland. Verder geeft mevrouw Muskiet in haar procesverbaal aan: bij deze inventarisatie bleek dat apparatuur behorende tot de inventaris van de afdeling communicatieunit ontbrak. Hieromtrent het volgende. Los van het feit dat het heel zeldzaam is dat er inventarisaties worden gemaakt van spullen op het kabinet of ministeries, helaas, zo na navraag bij de technische dienst of ruggespraak met het secretariaat van de RVM, in deze mevrouw Ormskerk, zeker boven water gekomen moeten zijn welke spullen al waren afgeschreven en verplaatst. Dit heeft de directeur duidelijk nagelaten te doen. Eerder genoemde mevrouw Muskiet heeft kennelijk opzettelijk nagelaten de interne structuren te consulteren en rouwelijk de aangifte te doen. Ik citeer verder uit het resume. Nadat de huidige president publiekelijk een oproep had gedaan om de goederen die ontbraken, om deze terug te bezorgen om te voorkomen dat de politie hiermee zou worden belast, zijn enkele apparaten en meubilair terugbezorgd op het kabinet van de VP. Deze werden terugbezorgd door zekere Ramke Lauwen. Deze verklaring is misleidend en onwaar. In mijn procesverbaal is duidelijk aangegeven dat alhoewel er spullen terugbezorgd zijn en zullen zijn door personeel in de periode na de regeringswisseling, is er pas na afstemming tussen de ex-VP en de huidige VP betreffende een schenking van spullen aan het Doveninstituut, de spullen afgeschreven van 8 juli 2020, teruggeschonken met het doel deze verder te doen toekomen aan het Doveninstituut. Deze set aan afgeschreven spullen ten behoeve van schenking behoorden aldus niet meer aan de staat toe, maar zijn wederom geschonken aan de staat. De beweegreden van die wederschenking van deze specifieke goederen aan de huidige VP is dus niet vanwege de oproep van de president, maar vanwege het feit dat 1. De schenking aan het Doveninstituut nog niet had kunnen plaatsvinden door de hals over kop 1 maand vervroegde regeringswisseling. En daarmee hebben we allemaal te maken gehad, ook personeelszaken, allerlei zaken. 2. Het nog niet in plaats hebben van optimale beveiliging van het pand aan de Nassilaan voor de spullen, waarbij zowel de spullen als het pand beschikbaar gemaakt dienden te worden voor het Doveninstituut. En 3. Het feit dat op een gegeven moment de huur van het pand werd opgezegd door het kabinet van de VP, waarvan de reden nog onduidelijk is. Al het bovenstaande heeft mij genoopt de huidige VP te contacten, zodat hij de apparatuur in ontvangst kon nemen om zelf als nieuwe VP de schenking te doen aan het Doveninstituut. Liefst met een pand, zoals dat in de eerste plaats een wens was van het instituut. U kunt u voorstellen dat ik als ex-VP geen spullen die afgeschreven zijn van het kabinet van de VP nu doneer. En dan plotseling, oftewel afschrijf. En dan plotseling hals over kop geen VP meer ben. En dat ik dat ga doneren. Daarom heb ik gezegd, ik geef het weer aan de VP die nu is. Zodat hij dat kan doneren aan Doveninstituut. Hij is trouwens de nieuwe VP.
Ik citeer verder uit het rapport, uit het resume. Apparatuur door Ramkelaan was bezorgd op het kabinet VP. En deze werd in ontvangst genomen door de heer Gudeken en onderworpen aan een controle. Hieromtrent het volgende. Het belangrijke feit dat de verbalisant weggelaten heeft uit dit resume en zeker teruggevonden zal worden in de verschillende processen verbaal, is dat de spullen in ontvangst genomen zijn door de ODAD, mevrouw Sarion. Dat is de onderdirecteur administratieve diensten, die de spullen met foto's van de staat waarin de spullen zich begaven, ontvangen heeft en deze heeft afgetekend voor akkoord. Daarbij is nimmer bezwaar aangegeven of aangetekend door de ODAD. Terwijl met name de schade, zoals men stelt, zoals later vermeld door forensische opsporing van KPS, schade aan een scherm met het blote oog te zien zou moeten kunnen zijn. En dan nog geen enkele opmerking gemaakt, akkoord getekend en ontvangst genomen. Vermeldenswaard is dat opzettelijk ontlastende materiaal is weggelaten uit dit resume. En u gaat dat zelf ook merken straks. Zoals onder meer het verhoor van de heer Durga, hoofd van de communicatieunit, dat juist met deze apparatuur werkt voor de producties. Dat proces verbaal geeft aan dat men hier te maken had of heeft gehad met afgeschreven elektronische apparatuur die niet meer bruikbaar geacht werden voor de overheidsdienst qua kwaliteitseisen. Alsmede dat er ook al een nieuwe bestelling aan apparatuur gedaan was. En dat de opname- en productiewerken al ruim een half jaar eerder al werden uitbesteed aan het bedrijf Sasra Media. Dat is een mediabedrijf. Desalniettemin was de apparatuur wel in goed genoeg staat en geschikt om een ander doelgroep te dienen. In dit geval het Doveninstituut. Immers, de apparatuur was 2 jaren oud en de foto's kunt u zien die de status, om de goede status van de apparatuur aangeven, waren allemaal bij de inlevering op 11 augustus ook meegegeven. Het bevreemdt ook dat pas naderhand de ICT-afdeling aangeeft dat er een 7-tal onderdelen vermoedelijk en op de kooptoe zelf beoordelend opzettelijk vernield of beschadigd zouden zijn. Pas naderhand. Ik citeer wederom uit het resume. Aangeschaft. De levering is hierbij gegund voor een bedrag van SRD 179.935 SRD. Het is van belang hierbij stil te staan. SRD 179.935. Omdat er berichten en boodschappen in de gemeenschap verspreid werden, al zou de waarde liggen van 200.000 naar 500.000 tot zelfs 1,5 miljoen. En alsof het al duidelijk was hoe en wie de vernielingen hadden aangebracht aan de 7-tal apparatuur, waarvan de reparatie niet hoger zal liggen dan $4,000. En de hele gemeenschap hiermee bezig wordt gehouden. Terwijl het land geteisterd wordt door ernstige misdrijven, zoals roofovervallen, moorden, verkrachtingen, money laundering, drugshandel en mensensmokkel. Ik citeer verder. Opvallend hierbij is dat dezelfde apparatuur is gebruikt bij de inauguratie en kort daarna, terwijl deze apparaten conform een memo DD 8 juli 2020 werden afgeschreven wegens defecten, slijtage en niet meer bruikbaar voor de dienst, waarbij deze ook wordt goedgekeurd door de ex-vice-president, staat in het resume. Hieromtrent het volgende. Nu is het voor de ervaren ambtenaar en zeker voor een directeur, in deze mevrouw Muskiet, een trieste zaak dat een dergelijk hooggeplaatste functionaris niet bekend zou zijn met het feit dat afgeschreven goederen doorgaans wel degelijk geschikt zou zijn voor nader gebruik.
Dit feit is makkelijk te begrijpen als bijvoorbeeld de afschrijvingen van voertuigen of meubilair voor de geest gehaald worden. Jaar en dag, al afgelopen 40 jaar, schrijven we dingen af. Als u een airco krijgt, waarom is er maar 3 maanden garantie op? Omdat die daarna voor breuk enzovoorts vatbaar is. Sommige dingen worden afgeschreven na 6 maanden, andere na 1 jaar. Als u een stoel heeft bij de overheidsdienst, gescheurd is en het is niet meer representatief, zegt men, niet meer bruikbaar voor de dienst, want de kwaliteitseisen van de dienst zijn hoger dan dat. En dan wordt u weggehaald, wordt afgeschreven, maar het wordt wel ergens anders gebruikt. Soms een kleine reparatie weer gebruikt. Maar voor de dienst en de kwaliteitseisen van de dienst is het niet meer bruikbaar. De eerlijkheid gebiedt mij aan te geven dat minime doorgave van kennis en gebruiken door vergrijzing binnen de ambtenarij een realiteit is waarmee er dagelijks geworsteld wordt. En dat de overdracht van kennis en gebruiken op een veel hoger tempo wenselijk is. En door elke ambtenaar gezien moet worden als een part of the job. Dit excellent gedrag nastreven is essentieel, willen wij niet dat de overheidsadministratie in een totale chaos wegzakt. Nochtans diende de directeur vanuit haar functie op de hoogte te zijn van zaken. En niet met een dergelijk misleidende verklaring te komen, als zou het nader gebruik van afgeschreven apparatuur haar moeten bevrienden. Bij navraag zou de directeur dan ook te weten gekomen moeten zijn dat het bedrijf waar de video- en fotoproducties uitbesteed waren, niet beschikbaar was in en rondom de periode van de regeringswisseling. En dat de nieuwe apparatuur, ter vervanging van die oude, in processing was. Ook nog niet geleverd was. Waardoor teruggevallen moest worden op de afgeschreven apparatuur. Immers was deze de enige apparatuur ter beschikking en hadden de begunstigde mensen, te weten Dove Instituut, nog niet bereikt. Vanwege het niet beschikbaar hebben van een veilig pand om de afgeschreven apparatuur onder te brengen. Dit alles zou middels communicatie en afstemming met de leiding van het kabinet, onder andere het hoofd van de communicatieunit, de heer Durga, gemakkelijk bekend moeten zijn geworden. Ook zou zij, de directeur aldus, middels afstemming met de leiding zou zij kennis gedragen kunnen hebben van het feit dat de apparatuur pas afgegeven, CQ teruggeschonken was door de heer Ramgelauwen aan de staat, na afstemming tussen de ex-VP en de huidige VP. Dat zou zij geweten moeten hebben. En als eindbestemming had het Doveninstituut. Al met al is het duidelijk dat de directeur vanwege haar solo-actie de plank totaal misgeslagen heeft, ook mede door de wijze en tekort aan communicatie op de werkvloer. Ten aanzien van verklaringen in het resume, waar herhaalde aangegeven staan, dat zult u zien in het resume, in opdracht van de ex-VP. Steeds wordt aangegeven in opdracht van de ex-VP het volgende. Als wij het gehad zouden hebben over een burger die de opdracht gegeven zou hebben, zou dat inderdaad verdacht kunnen overkomen. Maar als de leidinggevende niet de opdrachten geeft, wie dan wel? De opdrachten, of liever gezegd instructies, worden vanuit de verantwoordelijkheid en in het ambt gegeven. En bovenal dus geen extra lading van zogenaamde dwang, zoals in de term opdracht getracht wordt aan te brengen. Als leidinggevende in de uitvoerende macht gaf ik dagelijks tientallen van dergelijke instructies. Voor mijn persoon is het al dus normaal gebruik om zulke instructies te geven. Ook instructies regarderende stukken die ik naderhand moet tekenen. Als deze langs de deskundigen, CQ-ambtenaren, gepasseerd zijn en middels paraven of handtekeningen van voorafgaande personen voorzien zijn. Als ik nu moet gaan twijfelen aan alle duizenden stukken die ik de afgelopen 7 jaren als minister, als VP,
getekend hebt, is het onbegonnen werk. Je werkt met een zekere mate van vertrouwen en gedelegeerde deskundigheid die je verwacht van subalterne ambtenaren die het voorwerk doen. De term opdracht dus is daarom ook niet op zijn plaats, zeker niet in de ambtenarij. Begrippen zoals instructie en vraag hebben een betere plaats in dit soort betrekkingen. En zelden de term opdracht die de lading heeft van dwang. Over de verklaring van en de referenties naar de heer Dankerlui, hoofdafdeling ICT, het volgende. Ondanks de onervarenheid van de heer Dankerlui in de ambtelijke procedure voor afschrijvingen, dat was kennelijk zijn eerste afschrijving, is de afschrijving van 8 juli 2020 correct verlopen. Objectief gezien heeft hij kennelijk niet begrepen wat de inhoud en werking van de afschrijvingsclausule in de memo niet bruikbaar voor de dienst was. Door deze onwetendheid heeft hij mijn inziens nagelaten zelf de toetsing te doen middels navraag of de apparatuur al dan niet voldeed aan de kwaliteitseisen en verwachtingen van de overheidsdienst. Alhoewel hij wist dat de mediaproducties al een geruime tijd, pakweg een half jaar, door de dienst uitbesteed was, vanwege ontevredenheid over de kwaliteit van de producties, zoals in het procesverbaal van het hoofd van de communicatiedienst, de heer Durga, is aangegeven, want hij moet dat aangeven, is de kwaliteit goed of niet, is dat gebeurd. Geconcludeerd kan worden dat de heer Dankerlui door dit voorval slechts een subjectief gevoel overgehouden had over de afschrijving van 8 juli 2020. Een gevoel dat apparatuur slechts 2 jaar oud was. Dit was ook naar mijn oordeel de gezamenlijke conclusie. Bij de confrontatieverhoren met de heren Dankerlui en Ramkelauwen, waar we samen zaten net als in een confrontatie en een verhoor. De heer Dankerlui zal dat wel bevestigen. Tijdens dat verhoor is ook aan de orde gekomen dat dit subjectief gevoel bij de heer Dankerlui alleen maar versterkte door de bedreigingen vanuit de huidige regering dat ongeacht of spullen afgeschreven waren of niet, de politie te pas zou komen om de spullen terug te halen. Immers, dit blijkt ook uit een WhatsApp-bericht die hij naar mij stuurde, de heer Dankerlui naar mij stuurde, waarin hij aangaf, ja, hij vreest de spullen bij zich te houden. Vermeldenswaard is dat dit bericht door enkel in de gemeenschap omgekeerd geïnterpreteerd wordt. Al zou ik onzeker zijn over de goederen en die eerder in mijn bezit zouden zijn geweest. Dat is onwaar. En moet in de omgekeerde zin in een WhatsApp-bericht gelezen worden. Maar zoals ik eerder stelde, was de afschrijving correct verlopen. En is zijn memo, oftewel verzoekschrift, naderhand door mij getekend. Ook vermeldenswaard is dat de ervaren secretaris van de RVM, mevrouw Ormskerk, aanwezig was en ook de toevoeging van de clausule niet bruikbaar voor de dienst geadviseerd heeft, daar er geen vigerende wetgeving is op het stuk van afschrijving van staatsgoederen. Helaas heeft dit alles erin geresulteerd dat de heer Dankerlui vanwege zijn subjectief gevoel zich naderhand niet meer terug kon vinden in de afschrijving. Althans, zoals hij dat zelf aangeeft, dat de memo valse informatie bevatte. Het ligt natuurlijk aan de verhoortechniek van de politie, toegepast op de heer Dankerlui om de verdachtmaking zo sterk mogelijk en compleet te maken. De heer Dankerlui heeft kennelijk voor het eerst een afschrijving gedaan en was daarbij duidelijk onbekend met de gebruikelijke regelgeving en afschrijvingsclausule niet meer bruikbaar voor de dienst. Ook vermeldenswaard is zeker dat de heer Dankerlui nimmer geprotesteerd heeft. Hij heeft ook geen ander advies uitgebracht, geweigerd, ook niet geweigerd, of tot zelfs extreme middelen is overgegaan, zoals bijvoorbeeld verlof aanvragen of stappen naar de bond. Aldus kan er nimmer sprake geweest zijn van dwang.
Dan begrijpt u dat alvorens ik mijn handtekening plaats onder een stuk, ik te goeder trouw ervan uitga dat deskundigen hun werk hebben gedaan, ik hooguit een gebruikelijke grammaticale check hoef te doen en te tekenen. Immers, ik moet kunnen afgaan op mijn ondersteunende diensten. Nemen we in beschouwing dat de vigerende minimale regelgeving toegepast is bij deze afschrijving, namelijk met de toevoeging van de clausule, oftewel zinsnede, niet meer bruikbaar voor de dienst, en de niet-bruikbaarheid van de apparatuur aan de hand van kwaliteitseisen van de dienst hard en overduidelijk is, is het evident dat de afschrijving volledig legitiem is op grond van het aldus bekende goed gebruik en deze afschrijving derhalve correct is afgehandeld. Dat het hard en duidelijk is waarom de apparatuur niet meer bruikbaar geacht kon worden voor de dienst, is al eerder aangegeven, namelijk dat dit vanwege de kwaliteitseisen gesteld door de communicatieunit waar de apparatuur al ruim een half jaar niet aan voldeed, alsmede dat er ook al een nieuwe bestelling aan apparatuur gedaan was om deze apparatuur te vervangen, en dat de opname en productiewerken in dat half jaar werden uitbesteed aan het bedrijf Sastra Media. Ook hier was de heer Dankerlui van op de hoogte. Naast dat er voldaan is aan het toepassen van het goede gebruik van oudsher, dat is het toepassen van de clausule niet meer bruikbaar voor de dienst, is het heel belangrijk aan te geven dat er verder geen formatseisen of juridische eisen zijn voor een afschrijvingsverzoek, zoals de memo van 8 juli. Daar er geen wetgeving is op het stuk van afschrijvingen, zoals later zal blijken uit mijn betoog. Derhalve is het meer dan duidelijk dat er nog sprake kan zijn geweest van valse informatie in de memo, nog dat er valsheid in geschriften of uitlokking zou hebben kunnen plaatsvinden, daar er slechts minimale vereisten zijn voor het richten van een afschrijvingsverzoek en ook dat er hieraan voldaan is. Ten overvloede kan aangegeven worden dat de instructie gegeven was te kijken welke spullen mogelijk afgeschreven konden worden ten behoeve van het Doveninstituut. Ten aanzien van de verklaring van mevrouw Raghu, directeur Algemene Zaken op het ministerie van Binnenlandse Zaken, het volgende. Het meest opvallende in de verklaring van mevrouw Raghu zijn de tegenstrijdigheden. Ten eerste dat zij zelf aangeeft niet bekend te zijn met de procedure van afschrijving op het kabinet van de VP. Houdt u dat vast? Niet bekend te zijn, zegt ze zelf. Maar vervolgens wel breed uitweidt over de ambtelijke loop van en procedures die gehanteerd worden bij afschrijvingen. De zaak is des te opvallender als in beschouwing wordt genomen dat het algemeen bekend is dat er helemaal geen procedures schriftelijk zijn vastgelegd. En meer nog, deze niet bestaan in de comptabiliteitswetgeving. Dan kunt u begrijpen dat als iemand begint te praten over procedures en zo, u denkt van waar heeft de persoon dat dan precies? Ten tweede, dat zij aangeeft dat het algemeen bekend is dat ICT-apparatuur minimaal 5 jaar of ouder moet zijn, terwijl voor kantoormeubilair dat 10 jaar of ouder is, voordat het afgeschreven moet worden, en dat dit een mondelinge afspraak geweest is tussen haar en de minister van Binnenlandse Zaken. Maar daarna vervolgt zij direct, weer, door aan te geven dat apparatuur alleen afgeschreven wordt indien die niet meer te gebruiken is, dus niet voor de dienst en niet voor andere doeleinden. Beschouwen we de eerdere stelling van mevrouw Raghu, kan opgemerkt worden dat verouderde spullen uiteraard nog bruikbaar zijn. Zie daar wederom een tegenstrijdigheid. Los van de tegenstrijdigheden komen frappant genoeg deze verklaringen geheel overeen met de verklaring van de heer Leisner en mevrouw Muskiet, die werken op het kabinet van de VP, terwijl mevrouw Raghu zelf niet werkzaam is
op het kabinet van de VP. Maar aangesteld is als directeur op het directeur op het directoraat algemene zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ten derde, alhoewel, zoals zij eerder aangaf, niet de procedure te kennen van afschrijving op het kabinet van de VP, zij ook overgaat tot oordelen dat de heer Dankerlui niet bevoegd zou zijn om een afschrijving te doen, de CC naar mevrouw Muskiet gericht moest zijn en verder aangeeft dat zij de memo doorgeleid heeft naar haar afdeling BFZ, daar zij de mening is dat de juiste procedure niet gevolgd is. Dan begrijp ik het ook niet meer. Deze zijn precies de zogenaamde procedurele zaken waar mevrouw Raghu in de eerste instantie zei helemaal geen weet van te hebben. Met klem moet gesteld worden dat al hetgeen mevrouw Raghu uitgebreid aanhaalt ten aanzien van procedures, zeker niet de procedures zijn van goed gebruik op het kabinet van de VP, nog de procedures zijn die algemeen gebruikt zijn bij de overheidsdienst. Ik ben al 7 jaar bij de overheidsdienst en heb 5 directeuren meegemaakt. Dus ik denk wel dat ik er wat van weet. Ten overvloede herhaal ik dat algemeen bekend is dat er helemaal geen procedures schriftelijk zijn vastgelegd. En meer nog, dat er helemaal geen wetgeving bestaat, comptabiliteitswetgeving ten aanzien van afschrijvingen. En de ambtenarij moet terugvallen op wat wij noemen goede gebruiken. Ten vierde geeft mevrouw Raghu aan dat een procedure genoemd in een beschikking van financiën van 2007 niet is nageleefd. Ik refereer naar de beschikking en dat is een beschikking van 13 augustus 2007 van de minister van Financiën. Die vermoedelijk een procedure zou aangeven voor afschrijvingen is zomaar vast te staan dat 1. De beschikking nimmer refereert naar de afschrijving van goederen, maar echter verwijst naar de afkeuring van 's lands goederen. En dat is het verschil. Afkeuring, geheel afgekeurd, afgeschreven, waarde aftrekken, restwaarde, het kan nog gebruikt worden. 2. De beschikking gebaseerd is op een verouderde wet van 1952 betreffende de comptabiliteit. En deze beschikking dus vervallen is en niet vigerend is. En ten derde, het proces van afkeuring zoals in de genoemde beschikking, verouderd dus, niet geldend, staat aangegeven dat nog aanknopingspunten biedt bij de afschrijving zoals die gebeurd is op 8 juli. Namelijk dat er ook een deskundige bijgehaald wordt en dat de leidinggevende het akkoord geeft. Dus er zijn toch wel wat zaken die je zou kunnen gebruiken, aanknopingspunten, maar de beschikking zelf niet geldig is. Het bovengenoemde zou mevrouw Raghu als directeur in 1 oogopslag moeten kunnen concluderen uit de beschikking. Of al eerder geweten moeten hebben. Al dus dat de genoemde beschikking al vervallen is en niet vigerend, oftewel niet geldend is. Vermoedelijk heeft mevrouw Raghu vanwege haar kort dienstverband in de functie van directeur zich gewaagd aan uitspraken en oordelen die slechts met ervaring over de regelgeving en goed gebruik met betrekking tot afschrijvingen gedaan zouden kunnen of mogen worden. Ten aanzien van haar verdere opmerkingen zoals apparatuur alsnog gebruikt bij aantreden van de huidige VP, volgens haar is na inspectie gebleken dat er opzettelijke schade was aangebracht, dat er nooit eerder geklaagd was over problemen met apparaten en 4 dat het om vrij nieuwe apparaten gingen, is het onvoorstelbaar hoe mevrouw Raghu op de hoogte kon zijn van al deze zaken, die eveneens ook niet allemaal op waarheid berusten. En zaken die plaats hebben gevonden op het kabinet van de VP. Immers, zij is niet op het kabinet van de VP werkzaam. Het vermoeden is dat alvorens de verklaringen af te leggen, zij zich in deze zaak heeft laten informeren of laten instrueren door medewerkers van het kabinet van de VP.
en wel in haast identieke bewoordingen van deze medewerkers. En u weet, deze zaak is pas na een maand ingediend, na een maand dat de spullen teruggeschonken waren, ingediend. En ik vraag me af waarom pas na een maand voor een simpele aangifte. Als u ziet dingen zijn vernield voor iets van $4,000 aan reparaties. In zoveel tijd kunt u elk verhaal maken. Maar dat is mijn mening. Ten aanzien van de vele ambtelijke onjuiste verklaringen van de heren Leisner en Bihari, kan ook nota genomen worden in het resume. Daar heeft u alle ruimte voor en dat ziet u zelf wat daar onjuist is. Ik herhaal. Frappant is dat in het gehele resume dat mee is gestuurd met de vordering van de PG, alleen belastend materiaal en geen ontlastend materiaal is toegevoegd. Zoals onder andere het verhoor van de heer Durga, hoofd van de communicatieunit, die nadrukkelijk aangeeft dat reeds 6 maanden de apparatuur, die beweerd wordt door Raghu, Leisner en Bihari, dat ze nog niet afgeschreven konden worden, reeds als niet meer bruikbaar voor de dienst geacht werd 6 maanden eerder. Dat geeft ook aan dat afschrijving en niet bruikbaar voor de dienst als synoniemen gebruikt worden in de praktijk. En iedereen die een beetje ambtelijke ervaring heeft, weet dat. Niet bruikbaar voor de dienst betekent geen zins dat het afgekeurd is en derhalve nog geschikt zou zijn voor gebruik door derden. Als uitvloeisel van mijn contacten met Wirin, bij ons allen bekend van de filmvoorstelling Wirin, de movie, lag het in de bedoeling, hetgeen ook bekend was bij andere ambtenaren binnen het kabinet, om deze goederen nadat het gebouw beveiligd was, te schenken aan het Doveninstituut. Het is dan zeer de vraag, als ik na afgeschreven afschrijvingen te laten doen, na zulk kenbaar gemaakt te hebben ook aan mijn ambtenaren, over te gaan tot vernieling van diezelfde apparaten, of anderen daartoe zou aanzetten? Wel, concluderend, het motief van alle strafbare feiten ontbreekt derhalve in zijn geheel. We gaan nu over tot de nadere bespreking van vermeende strafbare feiten. Het verzoek van de procureur-generaal is gebaseerd op 3 vermeende strafbare feiten, te weten: valsheid in geschriften, al dan niet tezamen en in vereniging, verduistering, eveneens, al dan niet tezamen in vereniging, vernieling, eveneens, zoals eerder gesteld. Uit het resume blijkt het volgende. Vast staat dat er vernielingen zijn aangebracht aan de apparaten, blijkende zulks uit het rapport uitgebracht door de forensische opsporing. De vraag blijft overeind staan door wie de vernielingen zijn aangebracht en wat de financiële schade is van die vernielingen is niet vastgesteld. Thans de valsheid in geschriften. Het betreft hier een memo van 8 juli 2020, waarbij de ex-VP voor akkoord heeft getekend, nadat de vermelding niet bruikbaar voor de dienst door de secretaris van de RVM zulks had bijgeschreven. Niet bruikbaar voor de dienst heeft in deze memo niet de betekenis van niet geschikt voor andere doeleinden, hetgeen blijkt ook uit het verhoor van Adin. Immers uit het verhoor van mevrouw Etnel van het Doveninstituut blijkt dat er wel een toezegging was voor een ruimte. Echter kon die ruimte nog niet gebruikt worden. Het moest ingericht worden. Het feit dat de apparaten gebruikt zijn bij de inauguratie van de huidige VP geeft aan dat de goederen nog bruikbaar waren. Net voordat het nog teruggegeven is aan kabinet VP. Echter heeft Adin geen gebruik gemaakt van de apparaten, blijkende zulks dat hij, Adin, reeds 6 maanden eerder alle foto- en videoproducties had uitbesteed. Bovendien is het een feit van algemene bekendheid dat de ex-VP als eindverantwoordelijke ook als laatst de memo heeft getekend die volgens de verklaring van mevrouw Raghu, die geen technicus is, aangeeft dat de afschrijvingsperiode 5 jaar moet zijn. Natuurlijk had het op de weg van mevrouw Raghu gelegen om de ex-VP te informeren
over het bestaan van een beschikking van 2007 of 5 jaren voor nodig voor afschrijvingen. Hetgeen zij nadrukkelijk verklaart bij de politie op de wijze waarop afgeschreven goederen worden geadministreerd. De beschikking is niet meer van kracht, daar die gebaseerd is op de verouderde wetgeving ten aanzien van de comptabiliteit van 1952. Ook in de nieuwe comptabiliteitswet 2019 is er niets aangegeven over afschrijvingen bij de overheid. Het ontgaat de politie dat de schuldvraag met betrekking tot de valsheid in geschriften niet duidelijk is. Immers, de VP tekent de memo nadat alle andere subalterne ambtenaren het voor gezien hebben getekend. Dus het voor gezien hebben getekend. De verduistering. De verduistering of verduistering heeft als constituerend element juist het ten eigen bate aanwenden van een goed. De enkele omstandigheid dat de goederen zijn terugbezorgd, geeft aan dat er nooit een intentie was om de goederen te houden. Bovendien heeft de huidige VP, Geert Brunswijk, niet ontkend dat er schenkingen zouden worden gedaan. Hierover is er ook gecommuniceerd en was afgesproken dat de huidige VP de schenking zou doen. Ter bewijze hiervan mag worden vermeld dat bij de overdracht naast de huidige VP Dr. E. Jozefzoon aanwezig was, die zulks eventueel zou kunnen bevestigen. De vernieling zoals de aangeefster mevrouw Muschiet zulks aangeeft. Niet is komen vast te staan wanneer de vernielingen hebben plaatsgevonden. Immers, de aangifte is gedateerd 17 september. Langer dan 1 maand na de afgifte van de goederen op 11 augustus. Nu alle 3 personen die thans verdacht worden, ontkennen zich schuldig te hebben gemaakt aan de vernieling, kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangenomen dat de apparaten nadat zij waren afgeleverd op 11 augustus en in ontvangst genomen en getekend door de onderdirecteur, opzettelijk zijn vernield. In de periode dus waar de apparaten onder de verantwoordelijkheid van mevrouw Muschiet waren. Zonder enige opmerkingen te maken over mevrouw Muschiet moet worden vastgesteld dat de aangifte door haar gedaan en zoals eerder verwoord niet als grondslag kan dienen voor de in staat van beschuldigingstelling van de gewezen ambtsdrager. Uit een plaatselijk onderzoek door de politie, thuis bij mij, is komen vast te staan dat de goederen zijn vervoerd van mijn huis naar het kabinet van de VP. De goederen zijn opgehaald door de heer Ramgelauwen van dezelfde plek alwaar zij enkele dagen eerder geplaatst waren door de heer Dankerlui. Met dien verstande dat de goederen nimmer door mij, nog door mijn huisgenoten, zijn aangeraakt, nog verplaatst. De vernielingen kunnen in alle redelijkheid ook naderhand zijn geschied, dus na afgifte aan het kabinet op 11 augustus. De ODAD, mevrouw Sarjoen, indien en voor zover de schade bijvoorbeeld aan het scherm met het blote oog te zien was, had zulks ook moeten vaststellen. Bovendien blijkt uit het verhoor van de heer Keizer, die ruiterlijk toegeeft dat hij zijn eigen kapotte camera heeft verwisseld met een van de ingeleverde afgeschreven camera's, is het zeer de vraag wat hij nog meer heeft gedaan. De vernummering is deskundig geschied zoals de forensische opsporing zulks heeft vastgesteld. Zoals in het hierna volgende zal blijken, heeft de heer Dankelui in geen enkele verklaring aangegeven dat nadrukkelijk deze specifieke apparaten afgeschreven moesten worden. De algemene instructie was, kijk wat mogelijk afgeschreven moet worden. En voor de rest is het overgelaten aan de desbetreffende deskundigen. Uit het resume blijkt dat de nieuwwaarde van de goederen in 2018 bedroeg 179.935 SRD. Zulks vastgesteld door de aangeefster geeft aanleiding om na te gaan indien en of de in staat van beschuldigingstelling in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang
moet worden geacht zoals artikel 5 van de wet in staat van beschuldigingstelling zulks voorschrijft. Immers, het betreft hier een gewezen VP die bovendien bij schrijven heeft aangegeven de schade te willen voldoen zonder schuld te bekennen. En hij gaat je aangeven waarom zo. En evenzo door de huidige VP is beaamd. De huidige VP heeft publiekelijk kenbaar, en daarom is het gedaan zonder schuld te bekennen, heeft publiekelijk kenbaar gemaakt dat verdere vervolging buiten beschouwing kan worden gelaten indien de schade is voldaan, waartoe thans opnieuw wellicht ten overvloede een aanbod wordt gedaan. En wel zonder bekennen van schuld. Waarom ook? Daaruit het gebeuren en de verwikkelingen. De imago-schade in geen enkele evenredigheid is met de maatschappelijke schade van $4,000. Nog voor de persoon nadien, nog voor het land. U kunt begrijpen dat de imago-schade voor mij en voor de heren hier betrokken, vergeleken met een case die loopt over $4,000, niet evenredig is. De mensen zijn nooit in contact gekomen met de politie. Het is ook de eerste keer dat ze dit meemaken. Dat is dus niet evenredig. Maar ook om een voorbeeld te stellen van hoe andere delicten, en dan hoort u een voorbeeld bijvoorbeeld van krappe eieren. Er wordt 30.000 krappe eieren gestolen of vernield. De man gaat naar de politie, betaalt per ei 10 SRD, 300.000 SRD telt hij direct neer en geen één dag zit hij vast. Maar een ander voorbeeld zou zijn dat twee bussen gepakt worden met smokkelsigaretten, gesmokkeld. Chauffeur wordt gepakt, die belt, de eigenaar en de advocaat komen. Die tellen 1,5 miljoen direct contant neer en zitten geen één dag in de gevangenis. Dan kunt u voorstellen, kunt u begrijpen wat de huidige VP, de heer Brunswijk, zegt. Dit soort dingen gaan niet ook naar de AG, advocaat-generaal, en dat soort zaken worden meestal buiten proces politie ook afgehandeld. De bedoelde evenredigheid wordt pikanter als in beschouwing wordt genomen dat onze president op 16 november in het parlement, nog voordat mijn voorgeleiding en de inverzekeringsstelling bij de hulpofficier had plaatsgevonden, reeds had aangegeven dat Adin in verzekering is gesteld. Ik was perplex. Het persoonlijk mee te maken ter plekke op de televisie waar de president de mededeling deed, midden in mijn voorgeleiding. Voor het gemak wordt verwezen naar mijn bevel tot in verzekeringsstelling gedateerd 16 november, met daarop de vermelding van het tijdstip van voorgeleiding 1:30 in de namiddag. En de uitspraak van de president rond 12 uur al in het parlement was. U kunt u voorstellen dat dat onmogelijk is. Met deze mededeling heeft het land reeds ernstig geschaad. Immers, de president behoorde niet op de hoogte te zijn van de vervolging. Het heeft mij in deze zaak wel degelijk ook bezig gehouden. Zeker in een rechtsstaat die deze president voorstaat. Dat een lid van het Openbaar Ministerie, in deze de advocaat-generaal mevrouw Parasim, die eveneens belast is met constitutionele zaken, zitting heeft in de presidentiële commissie oneigenlijke gebruik publieke goederen en derhalve dient te rapporteren aan de president en niet de procureur-generaal. Gevoeliglijk kan dan worden aangenomen dat naast rapporteren er ook instructies worden gegeven. Uit het resume blijkt dat de aangifte van mevrouw Muskiet is gedaan bij mevrouw Parasim, die de ondervoorzitter is van de eerder genoemde presidentiële commissie. We gaan over tot het laatste deel van mijn betoog. Wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers. De vraag is, vermoedelijk delict binnen het ambt? De uitspraak en beschikking van de rechtercommissaris, de dato 20 november 2020, die overeenstaat ook na de uitspraak van het Hof, waar het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is verklaard, geeft aan dat hier, en dat het hier betreft, een vermoedelijk ambtsdelict en geen delict buiten het ambt.
ten aanzien van de beoordeling van de vordering. De memorie van toelichting in het algemeen gedeelte van de wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers, ik citeer, maar de Nationale Assemblée slechts te beoordelen heeft of een strafrechtelijke vervolging van een zittende politieke ambtsdrager het politiek spectrum ernstig zal verstoren met alle negatieve gevolgen, dan wel indien het een gewezen politieke ambtsdrager betreft, niettemin de maatschappelijke rust ondergraven kan worden. Hieromtrent het volgende. De maatschappelijke onrust die deze zaak teweeg heeft gebracht is mogelijk en mogelijk kan brengen, mede dat de zaak op zich door de gemeenschap als haast irrelevant wordt geacht en om er op een dergelijke onnodige politieke wijze en een dergelijke strafrechtelijke vervolging mee om te gaan en mede ondersteund door de mening en houding van de huidige VP dat de zaak makkelijk af te handelen is middels betaling en wij niet op een dergelijke wijze dienen om te gaan met gewezen ambtsdrager in een weinigzeggende zaak als deze, is reden te meer de in staat van beschuldigingstelling af te wijzen, zodat een verdere eventuele schikking zonder schuld te bekennen en afstemming kan plaatsvinden met het kabinet van de VP, zoals ik de vele voorbeelden heb genoemd. En uiteindelijk willen we allemaal dat, als het hoe dan ook stuk gegaan is, apparaat, dat we dat laten maken. Maakt dat niet uit naar wie. We maken het, want we moeten uiteindelijk naar het Doveninstituut. Artikel 5 van de voornoemde wet stelt, ik citeer, doch beoordeelt, DNA dus, doch beoordeelt uitsluitend of zijn of haar vervolging in politiek-bestuurlijk opzicht en het algemeen belang moet worden geacht. Zonder te komen op de beoordeling van de gronden voor vervolging, te noemen valsheid in geschriften al dan niet tezamen in vereniging, verduistering, zelfde gronden, vernieling, eveneens zoals eerder gesteld, maar wel op de beoordeling waar de Nationale Assemblée wel bevoegd bij is, namelijk het politiek-bestuurlijke en of datgene in algemeen belang zou zijn. Het volgende, want dat zegt artikel 5. Niet de valsheid in geschriften beschouwende, maar het fenomeen van afschrijving zelf, dat in het domein van het politiek-bestuurlijke valt en een gebruikelijke ambtelijke handeling is, kan wel degelijk een uitspraak gedaan worden over de wettelijke basis die mist, want de wetten worden in DNA gemaakt. Op dit stuk en slechts goed gebruik in de afgelopen 70 jaren kennelijk leidend is geweest. Dit is van belang daar wij zodoende op voorhand te weten komen dat men zich niet kan beroepen op wetgeving. Dat kan DNA wel zien en beoordelen. En dat derhalve handelingen in die sfeer ook niet strafbaar gesteld kunnen worden bij wet. Niemand kan dus aangerekend worden voor iets dat niet bij wet strafbaar is gesteld of geregeld. Dat kan DNA wel beoordelen dus, want u maakt, de Nationale Assemblée, de wetten en weet welke er wel zijn of niet. Voorts dat het minimaal gebruik van de toevoeging niet meer bruikbaar voor de dienst en de praktische checks daarbij ten aanzien van de bruikbaarheid aan de hand van eisen van de dienst zijn aldus van oudsher leidend geweest. Als er geen wetgeving is van hoe je een stuk, een brief moet opmaken voor afschrijving, er is geen één format. Je kunt op 20.000 manieren kun je het opmaken, een brief. Dat betekent er is ook geen wettelijke basis daar. Dan legt u mij uit hoe je dat kan vervalsen. Als er geen één format is bij wet, hoe ga je dat straffen? Dat kan DNA wel beoordelen. Er is geen wet daarvoor. Hoe gaat u stellen u bent buiten de wet gegaan? Geen valsheid in geschriften dus. Geen noodzaak voor verdere vervolging. Dus geen algemeen belang ook daarbij. Geen staat van beschuldigingstelling dus. Ook in dit geval bleek overduidelijk dit goed gebruik toegepast te zijn van niet bruikbaar voor de dienst bij een afschrijving. En deze afschrijving
en geeft volledige legitimiteit aan de afschrijving en wordt die al dus als valide beschouwd. Het is op voorhand weten dat deze politiek bestuurlijke feiten, oftewel het op voorhand weten van deze politiek bestuurlijke feiten, geeft ons weliswaar inzicht in waar een eventuele vervolging in zal uitmonden. In niets. Er is geen wet om het te toetsen. Alle extra informatie, vals of niet in een memo van afschrijving of al dan niet tezamen en in verenigingsstellingen, zal dan niets uitmaken ten aanzien van de legitimiteit van een afschrijving. Daar wij op voorhand weten dat wetgeving ontbreekt, maar wel een minimale voorwaarde van het goed gebruik niet bruikbaar voor de dienst bij een afschrijving strikt politiek bestuurlijk voldaan is geweest. In politiek bestuurlijk opzicht ook bekeken, wordt het politiek bestuurlijk handelen bij de overheidsdienst geregeld door wet en regelgeving en goede gebruiken in het bestuurlijke. Daar het hier betreft de afschrijving van apparatuur, mag geconcludeerd worden dat er strikt gehandeld is conform de gebruikelijke regelgeving, oftewel de ambtelijke criteria voor afschrijvingen, gebruikmaken van de afschrijvingsclausule niet meer bruikbaar voor de dienst, die haar aanknopingspunt minimaal vindt in verouderde wetgeving zoals in de Comptabiliteitswet 1952 met de formulering niet meer door de dienst benodigd zijn. En u ziet dus vandaar en van waar de ambtenaren het hebben genomen, overgenomen. En al vanaf toen, sinds jaar en dag, binnen het overheidshandelen gebruikt wordt. Het aspect afschrijving is ook niet opgebracht in de vernieuwde wetgeving Comptabiliteitswet 2019. Nog zijn er procedures vastgesteld hieromtrent. En wordt nochtans de gebruikelijke en bekende regelgeving van oudsher steeds weer vervolgd. Deze ambtelijke clausule is in de regelgeving net zo bekend als de clausule gewijzigde beleidsinzichten. En is een van de vele ambtelijke formuleringen die binnen de overheidsadministratie gebruikelijk en figerend is. En wordt als volledig legitiem beschouwd. Vast staat dat ten eerste, de ambtelijke afschrijvingsclausule niet meer bruikbaar voor de dienst gehanteerd en toegepast is voor de afschrijving van 8 juli 2020. Ik praat hier over politiek-bestuurlijke zaken waar de DNA wel een oordeel over kan geven. Dit is ook de toevoeging geweest van de doorwinterde ambtenaar in deze mevrouw Ormskerk, de secretaris van de RVM. Ten tweede, bij de toepassing van dit criterium niet meer bruikbaar voor de dienst op basis van kwaliteitseisen van de overheidsdienst, is ook overtuigend dat de apparatuur CQ Media Producties 1 al ruim een half jaar niet meer voldeed aan de kwaliteitseisen zoals de dienst gesteld heeft, in dit geval de afdeling communicatieunit. 2. De uitbesteding van de mediaproducties al in 2019 hadden plaatsgevonden aan het bedrijf Sasra Media. 3. Er ook al ter vervanging van de betreffende apparatuur een nieuwe aankoop gedaan is van apparatuur en in pipeline is. 4. Het bovenstaande is aangegeven door het hoofd van de communicatieunit, de heer Durga, in zijn procesverbaal dat heel frappant genoeg is weggelaten uit het resume. En als laatst, en dus de apparatuur voor de overheidsdienst niet meer bruikbaar geacht kon worden. Desalniettemin was de apparatuur nog geschikt ten behoeve van derden met minder strenge eisen, kwaliteitseisen, en beschikbaar kon worden gesteld middels schenking. En ten derde, de Comptabiliteitswet geeft verder geen procedure aan voor afschrijvingen. Daar valt men wederom terug op goede gebruiken en zoekt men in de praktijk ondersteuning van ervaren ambtenaren die er kennis van dragen en kunnen toepassen. Met referte naar de beschikking, zoals ik eerder heb aangegeven van minister van Financiën van augustus 2017, die vermoedelijk een procedure zou aangeven voor afschrijvingen, is komen vast te staan dat de beschikking niet meer refereert naar de afschrijving van goederen, maar echter verwijst naar afkeuring van 's lands goederen. De beschikking gebaseerd is op een verouderde wetgeving van 1952 en deze beschikking dus vervallen en niet vigerend is. En als laatst, het proces van afkeuring, zoals genoemd in de beschikking, wel aanknopingspunten heeft voor een eventuele afschrijving, zoals dat op 8 juli gebeurd is, namelijk een deskundige bijhalen
en een leidinggevende akkoord geeft. Verdere meningen en gedachtenwisselingen van ambtenaren, opgenomen in het resume. Met de vele tegenstrijdigheden op het stuk van afschrijving en procedures, kunnen dan ook niet als leidend beschouwd worden tegenover het strikt ambtelijk gebruik van de figerende regelgeving met de afschrijvingsclausule niet meer bruikbaar voor de dienst. En het ontbreken van verdere procedures in de comptabiliteitswet, zoals al eerder gesteld, wordt aldus afschrijving en niet bruikbaar voor de dienst als synoniemen in praktijk gebruikt. Het moet duidelijk en het moet uitdrukkelijk gesteld worden dat er geen wetgeving tot nu toe ontwikkeld is die genoegzaam afschrijvingen van goederen van de staat regelen in comptabiliteitswetgeving. Doch slechts regelgeving aan de hand van goederen gebruiken. Dat heeft ook decennia lang zo plaatsgevonden bij de overheidsdienst. Kan dus ten overvloede aangegeven worden dat als men zich niet kan beroepen op wetgeving, de handelingen in die sfeer ook niet strafbaar gesteld kunnen worden bij wet. Niemand kan dus aangerekend worden voor iets dat niet bij wet strafbaar is gesteld of geregeld. Rest voor de ambtenaar dan nog de figerende regelgeving en goede gebruiken toe te passen. Zo ook in de zaak van afschrijvingen. Gezien de apparatuur, volgens de gebruikelijke wetgeving van decennia is afgeschreven, kan er nimmer sprake zijn geweest van vervalsing. Immers, hoe kan er van vervalsing gesproken worden over een legitieme administratieve handeling, in deze een afschrijving waar de wettelijke grondslag voor ontbreekt, maar de minimale grond, namelijk niet meer bruikbaar voor de dienst, in acht is genomen. Ook kan er bij de verdere afhandeling dus ook nimmer van verduistering gesproken worden, daar er geen verdere procedures na afschrijving van goederen die niet meer van de staat toebehoren, beschreven staan in comptabiliteitswetgeving ten aanzien van begunstigde bestemming of verplaatsing van goederen na afschrijving. Ook is er geen sprake van vernieling van staatseigendommen, zeker niet tot op het moment dat die wederschenking aan de staat plaatsvond op 11 augustus, met als verdere bestemming het Doveninstituut, want dan pas is het weer staatseigendom na 11 augustus. Zelfs indien er daadwerkelijke vernielingen zouden hebben plaatsgevonden voor de dato 11 augustus, dat trouwens hoogst onwaarschijnlijk lijkt gezien de verschillende verklaringen in het resume en processenverbaal van getuigen, verdachten omtrent de goede staat van die goederen voor die datum, dat hebben ze allemaal zelf gezegd, zouden die vernielingen immers de facto vernielingen aan afgeschreven goederen betekenen, goederen die geen eigendommen van de staat meer waren. Wie het dan ook gedaan zou hebben, dat moet nog uitgezocht worden. In het licht van artikel 5 van de wet, daar de figerende werkwijze die binnen het politiek bestuurlijk handelen, waar DNA over oordeelt in deze zaak, sinds jaar en dag gehanteerd wordt op het stuk van afschrijvingen van goederen bij de overheid en in deze taak toegepast is, kan met klem gesteld worden dat er nimmer in politiek bestuurlijk opzicht onzuiver gehandeld is. Zeker niet waar andere wetgeving op dit stuk niet aanwezig is. Daar ook, in het licht van hetzelfde artikel van de wet, in politiek bestuurlijk opzicht, daar de DNA ook nog steeds over oordeelt, er afspraken zijn gemaakt tussen de ex-VP en VP voor een overgangsperiode. En er waren twee mensen erbij toen die afspraken gemaakt werden. Ten aanzien van wederzijds gebruik van manschappen en goederen is het duidelijk dat mevrouw Miskiet deze afspraken veronachtzaamd heeft door een aangifte buiten haar leidinggevende om te doen, dat zeker niet van goed bestuur betaamt. Zeker binnen het kader van deze gestelde afspraken kan er dus nimmer gesproken zijn geweest van verduistering en is er altijd voldoende ruimte aanwezig geweest voor uitwisseling van manschappen en goederen. In goede afstemming, zoals het altijd al gebruikelijk is,
u ziet mij toch geen aangifte doen. U ziet mij toch geen aangifte doen nu tegen de huidige VP, omdat mijn spullen van 150.000 SRD, laptops, meubilair, nu daar zijn. Ik heb lopende afspraken met de huidige VP. Zal ik nu een aangifte doen? Zoals een aangifte tegen mij gedaan is door mevrouw Mischut. Dat is onlogisch en onzin. En dat binnen het kader van de genoemde afspraken, zeker in deze specifieke kwestie, over de onduidelijkheid ten aanzien van een afschrijving van apparatuur, achter jullie, zaken ook verder afgehandeld kunnen worden. Als het onduidelijk is, nou ik weet niet zeker of het afgeschreven is, dan hebben we de ruimte, hebben we overgangsperiode. Dan kunnen we nog bekijken, moet het alsnog goed afgeschreven worden als u dat vindt? We hebben gezegd het is goed afgeschreven, maar zelfs als u twijfelt, belang is het Doveninstituut, laten we kijken hoe we dat kunnen voldoen. Het is dus niet opportun de vervolging van de gewezen ambtsdrager in te zetten. Daar deze in politiek-bestuurlijk opzicht strikt volgende figerende en gebruikelijke regelgeving gehandeld heeft, zoals wij die allemaal kennen in het ambtelijke. Dat ook mede bevestigd wordt uit gegevens in het resume zelf. Zegt zelf dat die minimale voorwaarde voldaan is van niet bruikbaar voor de dienst. Geplaatst tegen de achtergrond van de gebruikelijke ambtelijke afschrijvingsprocedure, clausule zoals we die kennen. Als ook vanwege het feit dat de politiek-bestuurlijke ruimte er nog steeds aanwezig is voor afstemming en afhandeling van deze zaak binnen het kader van de algemaakte afspraken tussen de ex-VP en de VP. Ten aanzien van de beoordeling van de vervolging in politiek-bestuurlijk opzicht kan deze al dus zeker niet in algemeen belang worden geacht. Het algemeen belang is er juist bij gediend dat dergelijk politiek-bestuurlijk handelen wordt toegejuicht gezien het conform het figerend gebruik plaatsvindt die dit politiek-bestuurlijk handelen regelt. Zeker ook dat het algemeen belang erbij gediend is dat in alle rust en goed gemeen overleg met de VP de zaak verder afgehandeld wordt volgens de lopende afspraken die met de VP zijn gemaakt in bijzijn van zijn secretaris en een derde persoon. Ook zijn er meerdere momenten geweest van contact met de huidige VP waarbij zaken zijn afgestemd en afgesproken. Vermeldenswaard is dat de opmerkingen van de vice-president, nogmaals, vermeldenswaard, is dat de opmerkingen van de vice-president, de heer Brunswijk, in de media, omtrent waarom men zo'n poeha maakt, de zaak kan met een schadevergoeding buiten proces worden afgedaan, zie in dit verband artikel 4 van de wet RO, waarbij is bepaald dat de PG bij het Hof van Justitie verplicht is de bevelen na te komen, welke hem in zijn ambtsbetrekking door en vanwege de president worden gegeven. Dat wil zeggen door de president, de vicepresident of de persoon die de vicepresident vervangt. Met andere woorden, de opmerkingen van de vicepresident kunnen niet als onbevoegdelijk worden gekwalificeerd. Daar deze bevoegdheid gebaseerd is op artikel 3 wet rechterlijke organisatie. Zodat een vervolging in algemeen belang niet wenselijk wordt geacht. Met al het voorgaande is er nimmer gekomen aan de beoordeling van de gronden van vervolging, maar wel de beoordeling waar de Nationale Assemblée wel toe bevoegd is, namelijk betreffende het politiek-bestuurlijke en het algemeen belang bij een eventuele vervolging. Dat de zijdelingse aangifte van mevrouw Mischut, die geheel het de sfeer uitademt van wraak en rancune, gepaardgaande met onervarenheid en vermoedelijke opzet, en dat die aangifte vervolgens de politieke rust en orde vertroebeld heeft en de politieke lopende afspraken verstoord heeft, is evident. Volk van Suriname, landgenoten. Ik meen dat de afwijzing van de vordering van de procureur-generaal op de eerder genoemde gronden
gerechtvaardigd is. Dit verzoek heb ik ook gericht aan de hoorcommissie in DNA en dus ook aan de Nationale Assemblée in haar geheel. Ik dank u.